Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax-volger Mike Varweij en Pim Seneg. Uh, nou, daar zijn we weer een hele goede dag met een nieuwe podcast. Hebben jullie een lekker, lekker weekend gehad? Een beetje bij kunnen komen? Of gewoon hard doorgewerkt? Ik heb heerlijk bijgeslapen. Ja? ja. Oké, okay. hoe was uh, Koningsdag in uh, Ilpendam? Nou, op het bankje, Manchester naar gekeken. Die heb jij vast ook gekeken. Nou, een stukje. Ik kon deze niet aanzien. Het was weer zo pijnlijk. De Atletico Madrid en nog een stukje Paris saint De kampioenswedstrijd die geen kampioenswedstrijd werd. Ja, maar het ging even over Koningsdag. Ben je ook nog buiten geweest dan? Of is het allemaal... Nou, ik ben Koningsnacht heel even in het uh, wapen. wapen van Ilperdam geweest. Ja. En toen een keer geen wekker gezet. Verduiskingsgordijnje dicht. En toen was het vier uur middags op Koningsdag. Oh ja, serieus? <laughs> En Yves Berits is zat bij de oranje zomer of Lente, Wat is het? Met Helene Hendricks. Dus die is ook lekker ja? bezig. Oké, zondag. Oranje zondag. Gisteren. Ja. En jij zijn? Uh, nee, niks gedaan. Gewoon, uh, vind, je niet, vind je eigenlijk van Koningsdag? En dat, nee, dat hoeft voor mij niet. Nee? Nee, nee ik, ik zou niet weten waarom ik uh, nou een speciale dag, uh, omdat de koning jarig is. Heb je iets uh, met de monarchie uh, of niet? Nee, dat heb ik ook weinig. Ook niet? Nee. nee. Oké. Okay. <laughs> Tot zover deze inleidende beschietingen. Hartstikke ja. ja. leuk jongens. het is wel de zijn koning, dus dat ja zijn koningsdag. zijn er feestdagen ja. die je wel leuk vindt Pasen, kerst, de nee. klaas nee voor mij mag verjaardag vaderdag vader uh, maandag zijn ja iedere dag mag maandag zijn avond ja. of Pod, is podcast podcast, podcast. Okay, hartstikke goed uh, Robbie Fowler hè, natuurlijk een icoon van uh, Liverpool die moest even googelen uh, op Arden ja. Slot. Want wie is nou die beste man die naar? Uh, ja, naar vind, dat vind ik komt. niet heel, heel vreemd, hè, omdat de eredivisie gebeurt. Uh, daar gebeurt alles buiten het gezichtsveld van uh, mensen in de Premier League. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt hier natuurlijk. En uh, Robbie Fowler die uh, haalde een paar voorbeelden aan, zoals Graham Soenes dat ook al eerder deed. En het zijn twee Liverpool iconen. Ja en. Ik denk dat die misschien liever Mourinho zien dan Arne Slot. Alleen ik denk dat Liverpool veel beter wordt van Arne Slot dan van uh, Mourinho. Ja. En die blijven altijd maar hangen in die hele grote namen. Dat begrijp ik wel. Want de Premier League is gewoon één grote marketingmachine. En dan maakt het vaak ook niet zoveel uit uh, wie, de, uh, wie de trainer zou zijn. Of, uh, want het gaat voornamelijk om de spelers. Maar dan hebben ze ook graag nog een hele trainer met een grote naam erbij. Ja, ja, dit is natuurlijk wel een voorbeeld van onbekend, maar onbemind. Want... Als je een beetje in haar hebt verdiept, dan en ik vind dat Fowler als analist dat natuurlijk ook best wel mag doen. Ja. dan zal hij niet elke week zoals jij en Manchester United kijkt naar Feyenoord kijken. Maar ja, dat, dat hij een van de toptrainers in Europa was. Dat had Fowler toch ook wel mogen weten. Nou oh ja, toptrainers in Europa, dat moet hij voorlopig nog even worden, natuurlijk. Het is gewoon een goede trainer in Nederland. Maar ja, top die talenten, moet, ik het zo ja, die moet zich nog wel bewijzen, Europees. En dat hebben we met een acht gezien, die heeft het bij Ajax heel goed gedaan. En bij Manchester United komt het natuurlijk eigenlijk niet uit, terwijl hij eigenlijk alles heeft mogen doen wat hij wilde. Hij mocht zijn eigen staf samenstellen, mocht zijn eigen groep samenstellen. Spelers halen, heel veel geld investeren, ja. En als je dan iedere of iedere drie dagen of iedere week naar Manchester United kijkt, ja, dan springen de tranen in je ogen. Ja. En dan zegt hij na afloop van ja, ik heb meer tijd nodig. En uh, eigenlijk heb ik ook geen geduld. Maar het is nu twee jaar en het wordt alleen maar minder in plaats van beter. En dat vind ik altijd een uh, veegteken. Nou, toch to to ja? is het niet heel prettig voor Arnold Slot dat twee van zulke Liverpool-grootheden dat even dat gewoon openlijk in twijfel uitspreken. En misschien nog wel wat meer dan dat. Dat, ja, dat is niet prettig. Want de mening van zulke iconen weegt gewoon heel zwaar in Engeland. Dus ja. Arne Slot zal. En dat. Ten haal gaat het over tijd. Maar dat is altijd als nieuwe coach. En zeker als Nederlandse coach in de Premier League. Altijd je grootste tegenstander. Dus dat mooi uh... er is wel dat er je... is er een wereld te winnen voor hem natuurlijk. En helemaal, want Klopt, die doet het gewoon helemaal niet goed. Je ziet het nu ook uh, met die ruzie met Sala. Nou ja. Zo, dat, zijn, dat zijn allerlei kleine dingetjes waarin je ziet dat uh, de chemie is uitgewerkt. En een gevaar wat altijd op de loer ligt op het moment dat je weet dat een trainer weggaat. Als, slot, of, uh, als uh, klop in dit geval uh, niet bekend had gemaakt dat hij weg zou gaan aan het eind van het seizoen. En aan het eind van het seizoen bekend had gemaakt, had Sala dit nooit gedaan. Had je deze confrontatie nooit op die manier aan de zijlijn hm. gehad? Maar er is, er is zoveel te winnen voor hem. Ook om die mensen te overtuigen. Mensen als Sooners en Robbie Fowler. Want ja, zoveel heeft Liverpool natuurlijk niet gewonnen. Nee, nee. wat wij zeggen, Mike? Uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook de reden waarom Ajax nog steeds hoopt. We hadden het al drie minuten podcast nog. Ajax niet genoemd. <laughs> ja. Dan moet ik toch even naar nou, nee, waarom Ajax nog steeds hoopt dat ze ten Hag kunnen binnenhalen. Manchester United maakt voor de FA Cup Final natuurlijk ook niet bekend dat Ten Hag weg moet. Omdat ja, als dat gebeurt, dan, uh, dan overkomt er waarschijnlijk hetzelfde als, uh, als het klopt bij Liverpool gebeurt. Dan is er in één keer je gezag weg. En ik weet niet of hij dat nog heel veel heeft bij Manchester United, maar dat wordt dan nog minder. Mm. En dan wordt het ook dus veel moeilijker om die FA Cup te winnen. Dus een club zal in die aanloop naar die FA Cup nooit zeggen van volgend seizoen is Ten Hag hier geen trainer meer. Nee, nee, Dus achter de schermen moet Kroes dan met Kees Vos zien uit te, uit te vinden. Van zich hoe, ja, hoe de kansen zijn voor Ten Haag volgend jaar. Ja. Want Ajax wil nog steeds op Ten Haag wachten. Alleen, ja. zal geduld moeten hebben. Ja, overigens, bij Man United heb je ook met Neville en zo... heb je ook altijd een Real Ferdinand. Ja. Ook uh, altijd die vijf... Maar die wonen. hebben zich toch redelijk rustig houden en die houden zich nu ook redelijk rustig. Dat vind ik wel opvallend. Ja, ze hebben vertrouwen in het uh, Ten Hag-project nog steeds. Ja, <laughs> ze kunnen de zaag wel inzetten, maar ze denken ja. ook waarschijnlijk: ja, we hebben nog een FA Cup-finale te spelen. Ja, die ze natuurlijk kans zo gaan verliezen tegen Manchester City. Maar... Nou, maar dan je willen de boekjes inzetten. Dat wordt een glansrijke ja, overwinning voor uh, United. Ja. 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 Maar kijk, dat is ook wel een les voor, voor Slot, denk ik. Mm. En Haag wordt nu wel afgerekend op zijn aankopen. Dus als de inspraak krijgt. Ik weet niet hoe dat bij Liverpool precies geregeld is, maar ongetwijfeld krijgt hij ook wat te zeggen. Ja, zijn aankopen moeten natuurlijk raak zijn, want anders word je. Ja. Ik zag op Twitter wel een andere Dutch Bolt Trainer. Dat is een soort van garantie voor ellende. Maar bij Liverpool heb je natuurlijk ook Van Dijk. Het contract loopt dan nog één seizoen door. Nou, Salah die. De een seizoen door betekent meestal of vertrekken of, of ja. bijtekenen. Nunes ja. ja, is ook moeilijk. Inderdaad. Las ik ergens daar, hè, om, om, om die echt uh, heel lekker aan het voetballen te krijgen. Hij ja. heeft de voor jeugd ja, erin ja. gezet. En hij, hij heeft totaal geen, geen spits nog echt optimaal laten renderen, slot. Dus nee. wat dat betreft uh, is het vrezen voor Nunes. Ja. Ja. Maar misschien kan, kan die wel uh, spits zijn, zoals slot uh, voor ogen heeft, wie zal het zeggen. Ja, en wat is dat dan? Ja, ik, ik, ik ja in ieder geval iemand die uh, en mee kan doen in de opbouw en kan storen en kan scoren dus hmm. ja Hoewel natuurlijk dat seizoen met Dessers en Linsen, die deden het Dessers, heeft toen wel echt wel een goede periode ook bij Feyenoord. Uh, ja, en Linsen aanvankelijk ook wel. En ja. uh, Dessers, uh, ook een redelijke periode. Ja. Maar Desers uh, Dessers hebben uh, we natuurlijk nu wel gezien, uh, die is uh, beland bij Glasgow Rangers. Dus heeft misschien juist Rangers wel heel FC. goed laten renderen? Zo zei dan ook naar Keuken. Ja, maar hij is zo goed gerendeerd dat hij in de Schotland terechtgekomen is. En niet in, uh, in Frankrijk of, uh, of in Engeland of in de Premier League. maar ja, ja. nog even in Italië gezeten ook, toch? Kan ook nog, ja. 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 Hey, en Geert Ruida, is dat nou, dan, ik, als je het ik, hebt over nou, aankopen, is dat dan een aankoop die hij uh, binnen moet gaan harken? Ja, wat, wat ik heel erg gek vond, want toen Feyenoord gehuldigd werd naar de Bekerwinst, was het volgens mij Geert Ruida die riep van uh, Arne moet blijven, Arne moet blijven. Maar als je nu ziet dat hij al bij West Ham tegen, tegen Liverpool zit, misschien wist hij op dat moment dat hij dat schreeuwde op het podium al iets meer dan hij uh, ja. liet blijken. Want ik neem aan dat dat contact niet opeens tot stand is gekomen vanaf het moment dat, uh, dat Arne Slot daar in beeld was, sterker nog. Volgens mij speelt het al een tijdje. Maar als je één speler mee mag nemen van Feyenoord... zou je dan ook Geert mee meenemen? Want ik neem aan dat hij er niet drie of vier mee gaat nemen. Dat lijkt me ook niet zo. Nee, nee die, die kwaliteiten lopen bij Feyenoord niet eens rond... om vier spelers mee te nemen. Timber? Oh ja, in ja. Liverpool. Nou ja. ja, Timber, daar hebben ze de dertien van in een dozijn in Engeland. Ik denk, ja, ik denk ook Geert Ruijden, omdat hij toch wel op een aantal plaatsen inzetbaar is... die bij Liverpool misschien toch wat minder bezet zijn. Ja, en zoals ik in het verhaal van Marcel van der Kraan... dat Hansco... Groot fan van uh, Liverpool ja, Het is al heel ja. lang. Zijn ze ineens allemaal bij Feyenoord, ja, he? ja, Het is wel eenmaal we gedroomd he. en allemaal onder een Liverpool-dekbed gelegen. Ja. Toen ze ik klein hoor. waren. Ik hoorde dat Ueda was ook een van waarde. Maar ik ben wel benieuwd wie die inderdaad gaat, gaat binnenhalen. Of die misschien nog andere spelers uit de Eredivisie? Dat denk ik zo gauw niet. En misschien pak je ook. Ah, nou? Kijk, daar hadden die twee uh, iconen, die Fowler en die is natuurlijk wel gelijk. He. En je moet je niet te veel focussen op de Nederlandse markt. Hebben we voor mij je eerder ook al een paar keer gezegd. Ja. Er zijn zoveel spelers die niet zijn geslaagd. En zeker in de Premier League. He, degene die nog het best geslaagd zijn en een daarvan staat nu vanavond in half of morgen in de halve finale van de Champions League is Matthijs Licht. En zelfs die heeft het heel moeilijk gehad. Maar die heeft niet uh, het traject richting Engeland gevolgd, maar eerst richting Italië en nu dat naar Duitsland. En dat is dan redelijk goed gekomen. Frenkie de Jong is, is dan goed gekomen. Uh, ja, ik vind wel dat je meer van hem uh, mag uh, verwachten en eisen. Maar al die jongens in de Premier League, ja. Daar valt het natuurlijk sterk tegen. Ja, wat dat betreft Luc de Jong, Sim de Jong, Donny van der Beek, Davy Klaassen. Ja, ja Memphis de Pai. Wat dat betreft waren de vroegere tijden wel mooier. Dat, tenminste voor de Nederlanders in het buitenland. Met Van Nistelrooy. Bijvoorbeeld Van Persie, Bergkamp. Dat waren echt natuurlijk iconen. Ja. Ook op de ja, bij Chelsea ja. natuurlijk. Ook ja. de Robben. Maar dat, dat, die Nederlandse spelers die zorgen er ook voor dat het Nederlands elftal de finale van de 2K heeft gehaald. Ja. Die internationaal dat ze het heel goed deden. Op een EK was er wat minder. Maar dat kwam omdat ze elkaar naar het leven stonden natuurlijk. Het ja. is even een zijstapje, maar misschien komen we er nog op. Ik weet het niet. Nou ja, dit is het bij, uit, bij al je de script. Nee, maar Justin Kluivert. Weliswaar, nou. Na een aantal uh, tussen, oh, ja. tussenstapjes. Die doet het ja. nu natuurlijk weliswaar niet in de Engelse top. Hij heeft de dus stellingen niet gehaald. Want ik had het bijna uit nee. mijn vingers laten vloeien. Justin Kluivert verdient kans bij Oranje. Maar, maar, ik, weet, maar ja. weet je wat nou het leuke is? Mooi goal. Weer? Dat hij tegen zijn zaakwaarnemer had gezegd, ik ga vandaag scoren. Dan ben ik mijn vader voorbij in Engeland. Oh ja. Maar hij heeft nu meer gescoord dan Patrick ja. voor Newcastle Ja, en wie is zijn zaakwaarnemer? Dat is José Fortes Rodriguez José Fortes Oké. Okay. Nou, ja leuk speler, toch? Doet hartstikke goed daar bij Bournemouth. Ja. Maar is dat een beetje zijn niveau dan? Of kan hij beter? Nou ja, ja ook, dan, dan zou hij een kans moeten krijgen, beter. Maar bij AS Roma, AS Roma was het toch? Waar hij gezeten heeft. ook gezeten. Had. Ja, dat is niet gelukt. En waar heeft hij nog meer gezeten? Ik weet het al niet eens meer, maar wil zeggen dat het overal is mislukt. Volgens mij, dus, Kluivert. Ja, bij ja. Valencia ging het best goed. Mo, wel mooi trouwens dat die Anthony, die, had dan die goal die had hij op uh, social media gezet met een hele Braziliaanse tekst erbij van de weet je wel. Maar als je dan 1-1 speelt tegen, tegen Burnley, ja. dan denk ik van ja, moet je dat misschien ook maar niet. Uh, en nee, daarvoor nee, deed hij helemaal de weg kwijt, natuurlijk. helemaal niks goed. En toen, die commentator schrok ik ook echt van op uh, via play. Ja. Hé, hey, Anthony ah. scoort. Dat was het tweede goal dit seizoen, geloof ik. Oh, ja, eerste, dacht ik ja zelfs. Ja, ja, misschien voor ja, ja. de Premier League. Zeker misschien ook nog een doelpuntje ja. gemaakt toen tegen Liverpool. Ja, natuurlijk ook zo gek. Maar uh, Nies Kleivert krijg ik door van producer Heijn, die daar in dat hok ergens uh, ja. een kilometer verderop zit. Um, gaan we naar de stellingen? Uh, Center kan beter voor PSV kiezen dan voor Ajax. Oneens. Uh, oneens. Dumfries verdient een straf na dat omhoog houden van dat spandoek van Hernandez. Eens. Oneens. Natuurlijk moet Twente vol voor Weghorst gaan. Oneens. Eens. Gertrude gaat het maken bij Liverpool. Eens. Oneens. Uh, Feyenoord had van Persie moeten behouden. Oneens. Oneens. En Kroes moet van Praag uh, wel wat kwalijk nemen. Oneens. Eens. Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Uh, Kroes had een interview bij AT5 uh, onder andere uh, gegeven. En eigenlijk wilde hij over die hele fase heen stappen, had ik een beetje het idee. Maar van Praag was natuurlijk na die aandelen, uh, dat aandelengedoe heel stellig. Van ja, Kroes die, uh, die kan niet blijven. Nee, uh, vanaf. En nu uh, zitten ze er samen. Ja. Nou ja, Kroes is eigenlijk. Eén de, de te technische directeur, de andere in de raad van commissarissen. Ja. Maar Kroes neemt hem natuurlijk niets kwalijk. Omdat hij zo graag bij Ajax wil werken. dat hij ja. uh, wel door één deur moet met Van Praag. En als Kroes nu zegt: van uh, ja, ik neem me dat en dat en dat kwalijk. ja, dan heb je gelijk de pop aan het dansen. En is er dan een uh, vruchtbare grond om samen te werken? Dat is er dan niet. Dus hij heeft gewoon eieren voor zijn geld gekozen. Uh, omdat hij zo graag bij Ajax wil, ja. En of dat dan uh, zijn ajax verleden is, of dat het uh, status is, of dat daar geld valt te verdienen, ik weet het niet. Maar normaal gesproken zou je natuurlijk zeggen, ja, met deze man wil ik gewoon niet meer verder werken. Wil ik niet meer werken. Nee, hij gaat. Zes... Ja, ja? Hij, hij, ja, gaat hij gaat daar niet over. Dat is de. De bestuursraad die eventueel die commissaris kan. Ja, maar hij gaat wel over zijn eigen functie. Of hij wel of niet uh, wil of, blijven. Of hij zelf wil instappen. Ja, maar ja, of, of hij van Praag weg kan sturen, dat, dat kan niet. En dat ja. was natuurlijk het ontsnappingsluikje waar uh, Michael van Praag doorheen kruipt. Ja, die heeft natuurlijk gezegd, hij komt niet terug in deze functie. Ja, en nou komt hij terug als titulair technisch directeur. Dus ik roep van vraag van ja, dit kon natuurlijk wel en dat bedoelde ik ook. Ik vind dat titulair zo interessant. Waarom schrijven, zeggen we dat eigenlijk nu elke keer erbij? Om, omdat dat een heel groot verschil is. Statutair of titulair. Ja, statutair. Jij, hebt, jij hebt recht ja. gestudeerd. Nou ja, dat, dat heeft niet zo heel veel. Nee? Wat is het verschil man. dan? Ja, statutair is dat je gewoon tekenbevoegdheid hebt. En verantwoordelijkheid draagt voor het uitgevoerde beleid. En je daarop aangesproken kan worden. En dat ja, heeft hij dan en, niet dus. Nee. dus. Dus als dus hij kan titulair technisch directeur... Heb je hij kan alles, van alles en nog wat maken. Je kan nou, ergens, uh, hij, hoeft, hij gaat niet tekenen. Dezelfde, dus Daar komt het dan eigenlijk op neer. Nee, je kijkt maar, maar aan. Ja, nee, de, okay, de, de, daar komt het. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, okay. is gewoon een, een woord wat afkomstig is van titel. Ja, jij bent gewoon, een beetje titulair gewoon, chef gewoon voetbal, een, toch? Dat uh, is ja, eigenlijk ja, wel zo. Ja, ja, ja. ja exact. Die ja. staat helemaal exact, niet. Ik zou maar, maar, je voortaan uh, titulair chef voetbal <laughs> ja. van, uh, van telesport. Ja. Maar, um, dat is een goeie van je, ja. ja. Vind je niet? Ja, ja, ja. maar daar horen wel uh, hogere beloningen bij natuurlijk. Ja, bij ja maar jij schreef? Ja, nee, snap ik. Chef. Ja. Heb maar je, maar je een nummer is... van hier van Beemoe? Ja. Nou, we hebben een prijs gewonnen, hè? We? Ja, de Telegraaf voor de verkiezingskranten kennen die hele prijs niet. Blijkbaar bestond dat. We hebben een van de internationale Oscars van de, van de journalistiek. Dat is allemaal leuk hoor. Maar als je elkaar prijzen gaat geven, dat betekent wel een teken van armoede vaak. Ja, ja, natuurlijk. Dat ja. staat gebak in de pauzehoek. Ja, ja. Niet op deze. Dat, dat gaat natuurlijk allemaal nergens over. En het, ik begrijp het allemaal. Het is statusvolgend Het is een internationale erkenning voor de verkiezingen. Ja, maar dat bedoel ik niet, als je elkaar prijs gaat geven, ook internationaal elkaar prijs gaat geven mm -hmm. en zo. Het, ja, het stelt natuurlijk allemaal niks voor. Ze nee. dus waren er in India of waren er ook heel erg van onder de indruk van onze de ja. verkiezingskant. Ja, ik vind het, het initiatief is natuurlijk geweldig. Ja, ja dat is een geweldig ja. initiatief. Wie dat er ooit heeft verzonnen en uh, heeft uitgevoerd. Mijn je paradijs Joep. toch? En het, het is iedere keer, uh, zie je ze allemaal verschijnen. Van welke kleuren ze ook uh, zijn, politieke kleur. Behalve GroenLinks toch? Ja. ja, die worden dan niet uitgenodigd. Na nou, P van A, natuurlijk Timmermans. A. Wel, is we he? wel? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Was zeker, ja. zeker. Uh, ja. gezellig was het met, uh, met Timmermans. Check ja. jij in zijn uh, verkiezingsploeg? Nou ja, ik doe deed dan met Wouter die interviews beneden. Okay. Dus we kwamen ze aan was heel gezellig, ja, gezellig ja, interview. Ja. Maar jij schreef in jouw column ook dat eigenlijk een functie als technisch directeur ook heel kwetsbaar is. Ja. Dat hij natuurlijk die band met zeg heeft. Nou ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk waar je hem juist niet uh, of waar je hem juist voor zou willen behoeden. Hij uh, heeft die band met zeg. Maar uh, ja, die zakenvenemers hebben allemaal uh, uh, contacten met elkaar. Hè. Maar er is natuurlijk wel wat gebeurt, ook in die zaak van Stefan de Vrij. Uh, ja. wat, uh, waar SEG een, een rol in speelde maar waar Alex Groes uh, bij de rechter een verklaring heeft afgelegd een getuigenis heeft afgelegd uh, in het voordeel van SEG mm -hmm. terwijl SEG natuurlijk uh, met de billen bloot is gegaan die, hebben de, die moeten volgens mij de vrij 5,5 miljoen uh, terugbetalen omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Omdat ze zowel de club als uh, De Vrije hebben vertegenwoordigd. En dat is ten koste gegaan van het salaris van De Vrije. Ja. Dus dat is een hele kwalijke zaak. En Kroes uh, heeft daar getuig, getuigd voor zeg. Ja, dat zijn allemaal dingen die moet je wel in je overweging meenemen. Wil je zo iemand uh, als technisch directeur hebben en... Ja, daar heb ik best wel uh, twijfels over. En het gaat niet alleen over Zeg. En er wordt er gezegd: ja, dan onderhandelt hij niet mee. Ja, dank je de koekoek. Er is natuurlijk altijd contact. En uh, Mike heeft het volgens mij zelf vorige keer gezegd over Vivel. Dat was dan een technisch manager die op de lijn kwam. Ja, dat kwam ook weer via Zeg. Ja, uh, indirect of direct. Uh, het, het kwam weer via, via Zeg. Dus ja, daar ben ik best wel. Uh, wel huiverig voor. En daar heb ik ook gezegd, kan sportieve uh, consequenties hebben. Want uh, er worden misschien spelers binnengehaald die je niet zou willen hebben. Of die, uh, ja, die niet goed genoeg zijn misschien voor Ajax. Nou, dat is de afgelopen jaren ook al gebeurd. Mm -hmm. En financieel dat je er misschien te veel voor betaalt. Ja, maar ja, wel, wel ja. even de verdediging van Cruz. Hij is 25 jaar lid van Ajax. Hij zal niet bewust minder spelers halen dan hij kan halen. En de eerste speler waar je nu op inzet is Centelijk. En die zit, die zit niet bij zich. Dus ik snap wel wat Vandaal zegt en het gevaar ligt op de loer, maar je kan ook van het goede van, van mensen uitgaan en ik, ik geloof niet dat Alex Koers bewust spelers zal halen die Ajax slechter. Nee, en het is nee, nou nee, misschien niet slechter, nee, maar nee, dan en zijn portemonnee nee. beter zal maken. Nee, er zijn natuurlijk ja. al vaak lijnen tussen technisch technische directeuren en bepaalde of club ja. en bepaalde zaakwaarnemers en je zou kunnen zeggen eventjes van de andere kant dat hij misschien ook zijn voordeel daaruit kan trekken. Hij, dat dat, het... dat kan ook, dat kan ook, ja, dat uh, zeker, maar. Uh, het is vaak toch wel een beetje de kat op het spek binnen, ja, maar ten die, die, die is dan ook van, uh, van zeg, maar de, bij Messias United zijn allerlei spelers binnengekomen via zeg. Ja, dan denk je, ja, moet dat nou? Hè? En zijn dat allemaal versterkingen gebleken? Ja. Dan kan je zeggen van, uh, ja, je, je dacht aanvankelijk dat er versterkingen zouden zijn, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Maar dat dat dus, was wel over het, je beoordeling. Uh, uh. eh, dat ja, dat het is een kwetsbaarheid, zeg je eigenlijk. Ja, die, die blijf die, ik vinden, ja. ja. Die spelers bij United was wel, nadat nou, Kroes al lang weg was, hebben, zeg maar. W wat hij wel gedaan heeft. Ja, maar het gaat niet over Kroes in dit geval. Het gaat dan over de, de combinatie. Ten Hag ja, en zegspelers Nee, maar zeg maar, voorkeuren van technisch directeuren zijn ook van alle tijden. Want onder Overmars kwamen er ook van sommige zaakvernemers, van meer spelers. Als je een goede band met een zaakvernemer hebt, ja, dan, dan gebeurt dat gewoon. Ja. En dat is, denk ik, bij alle clubs... Nou, niet bij alle clubs, maar wel bij veel clubs. En... Alleen is er nu natuurlijk echt een beter ja, ja, geschiedenis. Ja, dat... En hij, hij is mede oprichter. Ja, precies. Dus dat, dat... Sandler, dat stond, ja, dat meldde jij natuurlijk ook. PSV en Ajax zitten op het Vinkentaal. Maar PSV gaat Champions League in. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen als Sandler. En die, die positie. Uh, rechts centraal ligt nou, bij beide clubs redelijk open, maar bij PSV kan hij helemaal mooi instromen. Kan hij naast Boscavelijk Ah Ja, Ajax ook al. Ja. Na zoetelo en niet uitvlakken. Uh, nou, ik, ik weet niet of ik nou oneens of eens, maar ik vind dat uh, zij allebei niet aan centelen moeten beginnen. Oh. Nou, van de week uh, er, er staat er een beetje druk op. Hè? Want hij wordt uh, overal mee in verband gebracht. En uh, na 23 minuten zit meneer alweer in de kleedkamer. Ja, Tegen NSC natuurlijk, ja. 3-0 verloren. En NSC AZ. Ja. Ja, en, uh, en ja, de directe. Uh, je kan niet zeggen van uh, daarom uh, is hij geblesseerd geraakt. Maar het kan best een, uh, een reden zijn of meegespeeld hebben mm. met die blessure. Dus ja, en uh, hij is gewoon blessuregevoelig. Ja, ik denk dat uh, Ajax en PSV daar zeker uh, naar moeten kijken. En het is niet alleen uh, aan de bal. Uh, bij, uh, zelfs bij Ajax en PSV moet je af en toe ook verdedigen. Mm. Ik denk wel dat in het profiel van Ajax, als je het hebt over leeftijden met uh, Hato, Kaplan. Uh, range, nou hij is geloof ik 27 of zo, dus dus, dus nou, en, meer ervaring. En een van de problemen bij Ajax was dat Soetalo gewoon echt totaal niet kan opbouwen. Dus ja, dat, dat kan hij wel. Ik ben het er wel mee eens dat je ook moet kunnen verdedigen. Maar dat heeft hij ook wel aangetoond. En over die blessuregevoeligheid, volgens mij valt dit seizoen juist heel erg mee, is dit ook zijn eerste blessure. En ik begreep ook dat hij uit voorzorg naar de kant is gegaan. Hij voelde iets in zijn hemschik, maar dat, dat valt heel erg mee. Dat is mm. niet ernstig. Oké, maar je speelt bij NSC één wedstrijd in de week. En dadelijk ga je drie wedstrijden in de week spelen. En eigenlijk lig je ook snel uit Europa. Op een veel hoger niveau. Ja, wij speel je er ook mee per week. Ja, wat betreft. Maar gaat er iets goed? Je moet even op je telefoon kijken. Zou dat een verrassingsbericht van producer Heijn zijn? Dus even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Ga ik zo. Oh, uitroepteken. Ik zie je uitroepteken. Ja, nee, oh, Brit ja, God, ja, oké, okay. nee, sorry, nee, wat? Nee. ja van Persie naar Eredivisie, maar dat was ook zo, uh, dat oh. komt zo al uh, aan bod in elk geval. Dus ik wou nou wat kosten, uh, dankjewel, Zeg ik tegen Bluesheim, wat, wat Maar die, kost... was, die stond toch gewoon bij de stellingen. Ja, daarom. Is, is hij in slaap gevallen? <laughs> nee, dat weet ik niet. <laughs> maar um, wat moet Center kosten? Vijf miljoen? Ja, volgens Marcel Boekhoorn. 15 vijftien miljoen. Nee, dat... hij heeft nog één jaar contract met een optie voor NEC om, om mm -hmm. nog een jaar. Uh, te... De verlenging is gekomen, dus dat zal wel een strijd worden. Goede deal voor, voor NEC dan in elk geval. Ja, die, die zullen, zullen wel heeft. zeker 4, 5, 6 miljoen ja. gaan krijgen. Ik dus. kreeg net een breaking-bericht binnen. Ja? Zo, van Persie naar, van Persie Heerenveen. naar Heerenveen. Ja, nou, ja. rassend. Tot 2026, zag je. Oké, okay. ja, goede keus. Spannend, leuk. Ja. Hè? Mooi voor alle twee. Ja, nu krijg je ineens, hoorde ik weer ergens. Ja, dan vraag is natuurlijk weer precies waar, maar. Mijn geheugen laat me af en toe in de steek. maar ja, Misschien had hij wel bij Feyenoord moeten instromen. Nou, dat, dat was, dat hoorde was eigenlijk dat? mijn stelling. Ja. ook. Want moet je die jongen dan niet bij Feyenoord ja, eh, houden? Ja, maar dat, dat is dan bij Frank de Boer gebeurd. Dat is bij Van Bronckhorst gebeurd. Dat is bij Kalku gebeurd. Toen hadden ja. we allemaal niets. Want die gasten hadden veel beter het traject kunnen volgen. Via een kleinere club. En nu doet iemand dat. Dus ik denk dat dit heel verstandig is voor ja, Ruben. de Boer ging trouwens best aan. Ja, van Bronhorst ging ook best aardig. moeilijke periode gehad met Ja, maar ze aardig, hebben he? aanvankelijk aan de Boer na. Dat merkte Mike terecht op, maar die hebben allemaal een moeilijke periode gehad. Kocht toen een speler die de Boer, Tobias Sama, hè? Ja, ja was een ah, gokje aan de, ja, de tijd. Ja, ja. 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 So. Maar weet je wie Martin Jolder voor? Dat hij ook bij Seg. Uh, ja, Mido Auba. de kilo die. Ja. die ja, die dat zeehondje. Zeehond. Dat was wel ja. wat er toen allemaal binnenliep, wat dat betreft. Wat was, was veel Rayola volgens mij toen in die tijd of niet? Zeker, ja. Alleen ja. maar Rayola was dat. Ja, dus dat zie je maar weer. Ja. Maar, nee, um... maar dit is toch een heel goed traject wat hij wat volgt. En dan kan hij hier op eigen benen staan. En dat is een club waar je nauwelijks onderuit kan gaan. En ga je onderuit, dan is het nog steeds niet het einde verhaal. Want ja, dat heb je ook gezien bij uh, Frank Rijkaard. Die degradeerde met Sparta. Die hebben het geweldig gedaan bij Barcelona later. Ja. Maar wat gaat Stijn dan doen? Want die stond natuurlijk ook uh, op de, ja, op de ja, shortlist. Heb je al een gesprek gehad? Nee. Is, uh, heb je daar nog iets over? Maar wil gehoord? jij nog een leuke anekdote over? Zeker. Over van Persie? Nee, over Martin Jol. Nou, dat zou ik daar heel graag. Nou, we hadden het net over ze aankopen. Maar toen Martin trainer was bij, bij Ajax, toen. Ja. Als je daar trainer wordt, dan krijg je natuurlijk trainingspak, wind, windpark, uh, schoenen, alles erop en eraan. Ja. Dus ik geloof dat ze een jasje of uh, een broek of uh, zes, 7 hadden. Dus dat was allemaal geregeld met Adidas. En drie minuten later kreeg Adidas een belletje. Ja, met uh, kok, kok, Joh. Ja, sorry, ja. Doe mij hetzelfde. Oh, ja. Ma Maatje je groter. Oh ja, serieus? Dus, uh, ja. ja, maar Kok was zoals wat deden nou. Heer Duits? Ja, maar was hij nou de, de, de ja, nee, die was trainer van Scheveningen ook of zo? Of ook, geweest? ook geweest, ja. ja. Maar wie was nou ook weer de chauffeur van Martin Jol Hij had toch ook zo'n vaste chauffeur? Ja, dat is ook een mooie anekdote. Ja, maar, vertel die ook nog even. Dat is ook mijn, ook. Uh, na, nee, nee, dat nee. Dat, ja, daarom dacht ik, was Kok nou... Uh, na de ontslag van Martin Jol? Uh, ja, vertel. Ja, ik blijf anekdote zijn. Eén nou, anekdote nog. Oké. Okay. Uh, als een trainer op het punt staat ontslagen te worden bij Ajax, dan is mm. hij natuurlijk overleg. En met de directie. Maar dan zegt de persvoorlichter Miel Brinkhuis al van... Wees nou verstandig, parkeer niet op het dek. Want daar loopt pers. Parkeer je auto in P1, in het transferium. Ja. Dus uh, dat was ook tegen Kok en Martin Jol uh, gezegd... toen ze op slecht nieuwsgesprek moesten komen. Hm. En, uh, nou puntje bij paaltje. Martin Jol eruit. Dus Kok via het gymzaaltje. De achterdeur. Ja. Naar de auto toe. En na twintig minuten wordt Miel Brinkhuis gebeld. Nou ja, ik zal het vloekwoord ja. niet, uh, niet zeggen. Kon de uitgang van de. Oh, onze, serieus? Oh, ja, echt? Maar, dus is nog iets langer in dienstverband uh, geweest. 20 minuutjes extra. Oké, okay, nou uh, hartstikke mooi. Maar van Persie dus naar uh, Heerenveen. Ja. Maar fijn hoor, en Jan van Hans naar Rondo. Is dus definitief vanavond. of ja, vanavond. Oh, vanavond? Ja, ik ben benieuwd. Zoeken ook oh, elkaar niet op, leuk. hè? Huh? Nee. Wat een... Jij hebt ja. ooit het woord incestueuze kliek gebruikt. Maar dat geldt voor Rondo inmiddels ook wel natuurlijk. Ja, hij bedoelt Siggo, Rondo, Van Halst. Keurig verzoek ingediend of Jan van Halst een keer zijn verhaal wilde doen. Maar hij zoekt liever Siggo. Op dan ja, dat snap ik echt Ja, waarom? Ja, bij de Telegraaf. Dan denk je van, oh jee, waar je veel te hard Ja, het niet. kan ook het algemeen dagblad voetbalinternationaal is pakken, toch? Ja, wel interessant in elk geval. Om even naar te kijken hoe dat dan gaat. Maar ja, wie ja. moet dan de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord worden? Oosting heeft net gezegd dat hij bijtek ja. gaat bijtekenen bij FC Twente. was misschien best wel een kandidaat geweest. Ja. Nou, ik sprak Dennis de Kloes een keer. En die was wel heel erg gecharmeerd van uh, Marino Pusic. Hmm. Maar dat was in een andere rol, natuurlijk. En hij vond uh, de inbreng van Pusic ook heel belangrijk in die groep. Uh, uh, en ook uh, een beetje als tegenwicht richting Arne slot. Want. Er zijn allemaal mensen om Arne Slot heen verzameld die allemaal hetzelfde denken als Arne Slot. Of hetzelfde moeten denken, of hetzelfde ja. willen denken om te overleven. Maar Marino Pusic was wel een uitzondering daarop. Dus dat zou misschien een kandidaat kunnen zijn. Die heeft bij Twente succes gehad, hè? gepromoveerd ja. met S. Twente. Ontslagen omdat Ted Verleven, die was toen technisch directeur, die wilde een maatje van de binnenhalen, die uitspelen. een Spanjaard. Garcia Garcia, oh ja, ja jee, Garcia ja. Garcia. Dus ja. dat heeft uh, de kop gekost daar. Hè. Nou via AZ uh, bij Feyenoord terechtkomen. Nu Shakhtar Donetsk hoofdtrainer. Dus wel iemand met. Uh, ja, ervaring. En je weet wat je binnenhaalt. En dat en is misschien toch ook wel belangrijk. Omdat ze graag een beetje door willen beduren. Of voort willen beduren op uh, wat slot heeft niet. Maar in welk opzicht denkt hij anders dan, uh, dan slot? Hè? Want je zei met Wilson uh, met, met uh, en zo is misschien meer echt de, de vertrouwen. Slot is natuurlijk een enorme freak En hij kon dingen nog wel eens loslaten en hij kon ook dingen bekijken van de andere kant. Ja. Dus een beetje tegenwicht bieden. Oké, okay, oh, die durfde tegen slot in te gaan wel. Hij durfde oh. tegen slot in te gaan, ja. Okay. En hij lag, hij lag goed bij de spelers. Omdat, ja, als je met slot en, en zijn kompanen zit. dan is het allemaal serieus, serieus, serieus. Ja. En hij had af en toe ook nog wel een luchtige noot. Maar als je natuurlijk Feyenoord nu gaat leiden. Nou ja, Geertruide gaat dan weg. Hansko gaat misschien weg. Jiménez uh, kreeg ik, uh, ja, via de geruchtenstroom zag je dan dat. Dat Zat ook in de stadion. Dat hij iets minder, uh, welk stadion? Ook bij West Ham Liverpool? Nee, ja. toch? Excelsior, denk ik. Oké, ik 3-2 verloren uh, uiteindelijk van uh, Arsenal. Maar Jiménez, uh, Leipzig, Juve, Atletico wordt dan genoemd. Ja, dat zijn allemaal die vaak van zoals zijn vader. Want die, die, die zetten allemaal hoog in. Dus die roepen allemaal dat soort clubs. Want ja, als je gaat roepen Bournemouth en, uh, en Swansea, ja, dan, dan kom je natuurlijk nooit weg. Nee, uh, en dan uh, is de, misschien werkt Feyenoord er ook wel mee, ja, je, je dus ook al, kapitaalvernietiging zou dat zijn natuurlijk. Je ja. zag ook uit welke hoek dat kwam, want er werd ook bijgezegd van, uh, ja Feyenoord zou de prijs al willen laten zakken van 40 naar 30 miljoen, ja, dat is natuurlijk ook in het belang van de, van de ja, zaak. Maar goed, is die 40 miljoen waard op dit moment, Jiménez? Uh, op dit dus moment zeker niet. 30, 35 voor hem gelangt? Nee. Want op dit moment best... kan hij uh, beter op de tribune bij Cambuur gaan zitten dan, uh, dan bij Tottenham Hotspur. Ja. Maar voor Pusic zal het in ieder geval een hele last als hij het zou worden. Zijn er nog andere Sowieso. kandidaten? Nee, ik heb niet zozeer nagedacht over kandidaten. Marius nee. Steijn is misschien een aardig kandidaat. Ja. Die heb ooit op de nominatie gestaan. Wat gaat die dan dus. doen hè, nu? Ja, dat is toch wel interessant. Met een CV, met Ajax op je CV, kan je overal terecht. Alleen wil je overal terecht? Dat zal wel een beetje de vraag zijn. Maar dat is ook zijn volgende, wat ik begreep, was er best wel wat belangstelling. Maar zijn volgende stap moet natuurlijk Raak zijn. Want als het nu weer misgaat, dan kom je weer op het niveau naar door Den Haag. Meest sneu je deze hele periode, is natuurlijk Ricky Kruis. Rieke Kruis werd in verband gebracht met Herenveen. En er werd zelfs ergens geroepen dat hij al uh, rond zou zijn met Herenveen, Met Almere City. Ja, en hij heeft zijn baan opgezegd bij VVV. Ja. Uh, en voorlopig uh, uh, bijna alle clubs uh, raken bezet. Maar weet je ja. wat er ging op Utrecht, hoor? Hey, ja, ja. ja. Almere is voor uh, Maduro uh, gegaan natuurlijk. Ik kreeg trouwens een, 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 uh, een mail binnen van uh, Patricio Wijnt Mila uit, uh, Ruite, of van Ruitenbeek. Uh, beste kickoff. Wisten jullie dat er een hele goede toekomstige Links voor het Nederlands elftal bij Castellon speelt? Onder leiding van trainer Schreuder. Zijn naam Joshua Vertrouwd. Nou, ik meld het maar even. Doet ja. het Een belletje hebben jullie of niet? Nee, nog niet. Nee, ja. maar dat is derde divisie. Die, ja, nou nee, ja. Derde divisie. Weet, ja, heel goed. Uh, goede uh, scout is ze. Ja, toch? Ja. Uh, jij gaat de persconferentie van uh, Bayern München zo meteen nog proberen te kijken. Spelen natuurlijk de finale van uh, de Champions League. Uh, Matthijs de Licht. Die trouwens zei dat hij nog wel terug zou willen keren bij Ajax in de toekomst. Ja. Het doet het altijd goed bij de achterban. Dat soort teksten. Oké, okay, als je dan naar ah. Amsterdam komt, dan krijg je een gratis kaartje. Ja. Maar ik moet zeggen, Matthijs de Licht is natuurlijk ook wel een speler die dit zou kunnen waarmaken. Want die, die stond als jonge jongen al op de tribune. En is altijd een hele grote Ajax-fan geweest. Heeft hij ook nooit onder stoelen of banken geschoven, gestoken. Hmm. Dus. Um, Nee, dat, dat vind ik uit zijn mond niet zo heel gek. Nou, ja, vind ik ook wel. Maar ze heeft de vraag: echt, uh, Ajax, jongen. Ze heeft de vraag hoe uh, zwaar hij dan, dat hij was in ieder geval gewisseld uh, bij de vorige wedstrijd van uh, Bayern. Dus hopelijk kan hij dan uh, spelen. Het is natuurlijk sowieso interessant om Dortmund ook nog te zien. Volgens mij de eerste Ajax die weer halve finale van de Champions League speelt. Sinds 2019. Van die groep. Oh, van die, die Van oh, Die lag licht niet uit mijn hoofd. Nee, hey, uh, Siak heeft zelf gewonnen. Ze dus heeft Champions League ja. gewonnen. Ja, ja, Chelsea, ja. 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 Um, Weghorst wordt dus in verband gebracht nadrukkelijk met Twente Ozing. Die zei uh, dat hij dat wel graag zou willen. Uh, van de vaart wierp tegen in dat je misschien uh, beter uh, Van Wolfswinkel. Uh, ja, maar Van Wolfswinkel is niet, is niet de jongste en Weghorst is ook niet de jongste. Dus ja, als je ze alle twee hebt, dan uh, is ze alleen maar meegenomen. Zeker als je voor rond de Champions League in moet. Mm -hmm. dus, uh, nee, als, als zo'n speler zichzelf aanbiedt. Dat heeft hij wel gedaan. Wout, volgens mij, in het eerste ja. interview met, met Nick Tol bij ons in de krant. Kwam opeens van: Hey, ja. ik zou ooit nog wel een keer terug willen naar, naar, of naar Twente willen. Ja, ja als, als zo'n uitnodiging komt, ja, dan moet je die natuurlijk altijd, altijd aanpakken, vind ik. Want of, Wout Weghorst die gaat altijd met 120 km per uur. En ik denk dat hij in de Eredivisie wel een sensatie wordt. Of is dat een, een speler die misschien zelfs bij Feyenoord of, of Ajax interessante opties zou kunnen zijn? Denk ik zeker. He, natuurlijk met ja. zijn ervaring en inderdaad, dat je zegt in de Eredivisie, kan hij wel het verschil gaan maken natuurlijk. Ja, maar volgens mij wil hij heel speciaal ja. ja. naar FC 20 Twente toe. Ja. Dat, dat is wel een principeel mannetje natuurlijk. Ja. He, dat hebben we in die coronatijd ook meegemaakt. Dus uh, wat dat betreft, als hij zegt ik wil naar Twente, dan wil hij naar Twente. En dan wil hij niet naar Ajax. Nee. Nee, nog even naar Italië ook, want Dumfries was dus kampioen ja. geworden en die hield een spandoeken omhoog van zijn opponent, Frans tegenstander Hernandez van AC Milan, ja. met een, aan, aan de ketting. Ja, 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 want de ketting en, om zijn nek. Dat hield hij zo uh, ja, ja. omhoog. Ja, nou, hij kreeg het aangereikt en hij hield het gewoon uh, vier seconden omhoog. Ja, en uh, ja, in deze tijd met sociale media dan valt uh, iedereen blijkbaar over je heen, maar het was uh, bijzonder onschuldig en ja, als, om meer naar nou voor te schorsen. Maar het, het, het levert wel weer een open gesprekstof op. Natuurlijk. Ja, ja. Want volgens mij heeft hij niet eens gezien. Kon hij bijna niet zien wat er ja, op het spandoek stond. Maar dat is natuurlijk wel al dom. Dan kijk je toch even wat erop staat. Of niet? Ja, dat is. Of voor hetzelfde de... geld hadden zeven haken eruit ja. of uh, ja, maar, weet nou, ik nou, veel nou, wat opgestaan. Ja, ja. Ik, ik vind het gewoon. voor mij hoeft hij ook niet gestraft te worden. Het is een gigantisch onhandige actie. Maar ja, weet je, laat het dan een les zijn voor iedereen. Ja. ja. Jij bent een uh, hotel erop geweest. Koningsborrel. Nou, wat over. Koningsborrel. Ja, met met, met, met alle, de koning erbij. Alle, alle houtmethoden van, 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 ja, van Telegraaf en kontrijen bij Hotel Le Rob. Oh, niet uh, alle met vetbike. Het was een bedrijfsborrel eigenlijk gewoon. Dus. Ja, ja, maar ik mocht mijn vetbike parkeren in de Valley parking van Hotel Le Rob bij het Gebouw. Nou, moppig zitten. was man. met collega Jeroen Hotrop. en was best wel leuk. Zee, pas de Winter. Wat hebben jullie gegeten hier, jij? Uh, hamburger op het Rembrandtplein is allemaal, uh, allemaal uh, toeristen. Ja, maar dit, dat doe ik dan ook gewoon. Uh, dat vind ik lekker, toch? Ja, ja. Een paar, uh, nee, maar je mocht gewoon niet mee maken. eten. In, uh... Ja, maar heb ik ook. ook nee. En uh, nog... Is uh, Nee, ook niet. <lacht> <lacht> Daarna nog uh, een paar drankjes gedaan. Zeker. Hartstikke Met? leuk. Met meerdere mensen. Maar dat kan ik deze podcast allemaal... Uh, Mogen we even graven? Nee uh, hoor. Nee. Nee? Nou, jouw kennende nou, zal het nou, wel weer iemand van uh, nou. P van de GroenLinks zijn geweest. Ja, zeker. Jij, uh, woordvoerder ja. van Timmermans. Uh, zo ben ik ook wel eens genoemd door het Ja ja. En Wouter, die was ook uh, daar is toch een, toch een gezicht ook uh, van, uh, van de Telegraaf. Ja, ja ja. Was, was, ja, was die Joling? Was Nee die, die ook was het niet. Nee, die was er, nee 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 nee. Oh, was het was niet. jammer. Uh, over David Klaassen. Oh, leuk voor even het goed geweest. Zeker he? zeker. Uh, Dave Klaassen die uh, gaat met Inter in gesprek. Of die uh, al dan niet kan blijven daar, maar ik zat die op, nog een jaar op de bank wil zitten. Ik dat vanuit interperspectief te denken? Ja die, die, die wil je toch, hoef je toch verder niet bij je club te Hij Heeft best wel wat wat invalbeurtjes gehad. Wat denk jij? Nee, nee, ik denk niet dat Inter met hem doorgaat of door wil, maar misschien staat de deur naar Amsterdam weer open. Nee, es nee, nee. weet ik niet ook. Nee. 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 Nou, daar nee. wilde hij niet op de bank zitten. Daar had hij wel veel problemen mee. Bij Inter had hij daar minder problemen mee. Ja, ja en toch kampioen van Italië geworden. Dus, eh, en... ja, leuke periode. Maar denk jij nou dat, dat mensen zich dan ook kampioen van Italië voelen eh, als je bijna niet gespeeld hebt? Ja, ik denk het al. kan me niet voorstellen. Nou, ik, ik zou ja, het niet... Hij ze dat niet zo, nee. zou, uh, zo voelen dan. Denzel nee. Dumfrits natuurlijk wel. Maar die speelt ook lang niet alles meer. Nee, nee. Maar die dat, heeft zou, geen zou wel voor, dat zou voor slot misschien. Ik weet niet precies hoe ze daar uh, zitten. Maar dat ja. zou nog wel een aardige speler zijn. Om, als je toch een Nederlander haalt. Ja. Die zou in Premier League wel, uh, wel goed uh, gedijen. Um, ja, wat kunnen we nog meenemen jongens? Vitesse natuurlijk. Zat er in de plus. Ja. Iedereen ja. gewonnen. Ja, 18.000 nou. mensen op de tribune. Ja. He, door dik en dun uh, Vitesse gesteund. Ja, voor die mensen hoop je natuurlijk dat Vitesse gewoon een doorstart kan maken. Ja. Maar ja, eens zou je ook een signaal moeten afgeven. Van uh, tot hier en niet verder. En uh, die WOA-procedure die, uh, die ze hebben ingezet, die is niet uh, voor dit soort zaken bestemd. Hè. Die is eigenlijk natuurlijk voor dat hele corona gebeuren. Ja. Maar ja, het, het is wel een achterdeurtje dat Vitesse uh, ja, uh, ervoor kan zorgen dat Vitesse kan blijven bestaan. Ja, ja. Dat, hoop, dat hoop ik ook zeker. Ik vind het wel heel raar. Dat stadion is altijd leeg. Nu zijn ze gedegradeerd. Ja. Dan krijgen ze om te vallen en dan zit opeens in een stadion. Of een, soort, uh, eer, of een soort steun in de rug van mensen die ja. normaal niet naar dat stadion gaan. Willem II uh, promotie dichtbij. Eh, dichtbij, gespeeld. ja. Nou ja, ook natuurlijk uh, ja, dat het is leuk dat uh, nou, Ik weet niet wat Mike wil zeggen. Maar vooral omdat Groningen en Roda nog tegen elkaar spelen. Ja. ja en leuk dat die drie clubs, hè, drie uh, ja, gerenommeerde Eredivisie clubs eigenlijk, kans hebben om terug te keren naar het hoogste niveau. Ja. Ja, Willen ja. dus. we nog iets kwijt heren? want anders ga ik, ga ik hem, uh, hem af. Dus, en nee, dat de... we hebben we al eerder de... gemaakt. Ja, jou, maar voor de rest. Ja, nee, dan snap ik ja. Grote concurrentie voor vandaag in Zuid. Want uh, Jeroen en Sofie gaan naar de late avond-talkshow Ja, avond. dat zat er wel aan te komen, ja. 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 had jij nou laatst onder het miljoen gescoord, of niet? Ja, ja. Hoe is dat? Ja. ja dat de... is heel hard gelach, Weer ja, die koning ja die sukkel die ja. uh, met dwars zit ja al die koningsnachten waren er natuurlijk ja. dus iedereen lag ja. al lam op, uh, op de markt ja, op kijk, de plaatselijke ja. markt ja, je kijk, maar hij dat die, 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 die de schaal wordt ja. nu op vrijdagavond gaan zitten slecht ja. voor je maag. nee 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 en uh, ja, nu wordt het weer een hele zware dobbe want nu zit ik morgenavond uh, en dan heb je de Champions League. Ik presse 1 en 2 vandaag. Dus ga naar maar eens. ik je niet ja. boven de 700.000. Nee, ik kom uh, al af en toe op mijn naam achter. Uh, 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 <laughs> ja, het maakt <laughs> ik... Ik helemaal ik maar nu ja. weet ik het. Nou, zeker, heren. Ik zeg uh, tot uh, vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.